misschien weer kijken. We zijn op de vakantiebeurs. En we hebben heel veel foldertjes, want we willen dit jaar weer op vakantie. En we zijn ons aan het oriënteren. Op dit moment valt de keuze op Denemarken, misschien een klein stukje Zweden. En voor de meivakantie gaan we natuurlijk weer naar Engeland. Dus, dit is de place. Ik ben hier bij Miss G, die mijn gegevens invult op een kaartje. En straks in een gat gaat gooien. Een beetje richten. Oh, het gaat een heleboel gaan ernaast. Dat kunnen we twee keer doen, dan kunnen we twee keer winnen. Dit nummer. Vader Chance. Miss G, die gooide me niet eens goed in, maar die meneer deed er gewoon voor ons in. Hoe lief is dat nou? Heel wel leuk. De Caribe, Rio de Janeiro, Galapagos eiland, nou, in ieder geval leuk. Zie Grace, we zien haar. Operatie, zoek haar. We gaan haar redden. Kunnen zijn dat het echt het meest crappy familievlog aller tijden gaat worden. Echt, ik heb vandaag al weinig gevlogd, gisteren ook zo niet. En het zit eigenlijk gewoon zo. Ik moet even wat vertellen. Morgen, maandag dus, moet ik ga ik een belangrijke mededeling doen aan mijn collega's. En ja, ik zit eigenlijk al de hele week of het hele weekend een beetje mee in mijn hoofd. En ja, ik wil... Ja. Ik lig er ook een beetje een soort van wakker van. Van hoe ga ik dit nou uitleggen? En ik weet gewoon, ik heb het echt nog niet gevonden hoe ik dit uit ga leggen. Dus ik vind het gewoon heel moeilijk om dit te doen. Maar goed, tegen de tijd dat deze video online is, dan weten zij het waarschijnlijk ook al. En dan, ja, misschien ik de week daarop vertel hoe het gegaan is. Het zit zo. Ik werk 27 uur per week als ambtenaar, klinkt zo. Ik ben communicatieadviseur bij een gemeente. Ontzettend leuke, gave job. Werk ik zo'n 2 jaar. Maar ja, ik ga aankomende mei, ga ik stoppen met mijn baan. Ja, ik ga stoppen met werken. En voor al die mensen die zich afvragen, wat ga je dan doen? Ik heb 3 kinderen, dus ik zal druk genoeg zijn, zullen we maar gewoon zeggen. Ja, maar ik ga dus gewoon stoppen met mijn baan. Ik werkte 27 uur per week. En soms door dingen werd dat wel wat meer. Ik heb dit weekend bijvoorbeeld ook veel van mijn werk gedaan. Maar ik ga stoppen. Ja. En die beslissing die heb ik in de kerstvakantie gemaakt. Daar is ook wel wat aan vooraf gegaan. Ja, dat klinkt dan meteen zo dramatisch alsof je ruzie hebt, maar dat is het dus niet. Het staat zo, in het najaar kregen wij een soort gezondheidsonderzoek. En je moest een vragenlijst in gaan vullen en ja, ik scoorde niet zo goed op mijn gezondheidsonderzoek. En dat heeft ermee te maken, ik heb sikkelcelziekte. En ja, dat is ook een reden waarom jullie mij vaak in mijn pyjama zien, in bed, et cetera. Ja, dat heeft er eigenlijk ook mee te maken. Ik ben, ja... Chronisch ziek klinkt zo. Ik word gewoon niet beter. Punt.
En ja, we gaan allemaal dood. Iedereen, ik, jij, maar goed. Ga ik ook niet dramatisch over doen. Ik weet dat al een aantal jaar. Mits ik goede maatregelen neem en een goed gestructureerd leven leid, hoeft het geen belemmering te zijn. Althans, dat is de theorie. In de praktijk is het gewoon dat ik vermoeid ben. Heel vaak veel, et cetera. En soms valt er gewoon echt niet tegen op te slapen. Ik heb een chronisch ijzergebrek, wat niet valt te verhelpen met ijzerpillen. Dus eens in de zoveel tijd moet ik weer naar de dokter bloed prikken en dan is het weer drama. In 2018, een van de eerste vlogs die ik heb gemaakt, zie je me ook ziek in bed liggen. Dat is dan gewoon zo'n moment dat ik gewoon echt geen energie heb. Kortademig. Eigenlijk al die klachten die zwangere vrouwen aan het einde van hun zwangerschap hebben. Flauwvallen, dat soort dingen. En het gaat eigenlijk heel goed. En ik vind het goed gaan als ik zeg maar niet flauw val of zo. Dat zeg maar, als ik het aanvoel komen en dat soort dingen. Maar het feit is gewoon dat het wel... Ja, ik heb gewoon bepaalde lichamelijke klachten die ik merk. En ja, ik weet eigenlijk ook niet beter. Als je een ziekte hebt, dan is het soms ook gewoon dat je gewoon niet beter weet. Ik weet niet wat het is om een hoge AB te hebben. Om barstens vol energie te zitten of dat soort dingen. Dat is, ja, weet ik niet. Het is niet anders geweest dan dit. Hier moet ik het mee doen en het leuke is ook wel dat mensen die het niet weten, die hebben het ook helemaal niet door. Die zouden het ook helemaal niet achter me zoeken, maar het is er wel. En 27 uur in de week werken vraagt gewoon enorm veel van mij. Ja, dat heeft zijn tol op mijn lichaam. En daar moet ik, daarom ben ik in het weekend vaak in bed, slaap ik veel, want ik red het gewoon anders niet. Nee, het is eigenlijk gewoon zo dat mijn werkweken zijn te vermoeiend om in het weekend bij te kunnen slapen. Dus. En ondanks dat ik mijn baan leuk vind en zo, ben ik nu op een punt gekomen in mijn leven dat ik denk van ja, Eusanne, weet je, je hoeft dat ook niet meer te doen. Er is een tijd geweest dat ik een alleenstaande moeder was met twee kinderen en waarbij ik echt zoiets had van ja, weet je, niet werken is een luxe die je niet veroorloven kunt. Je gaat gewoon werken, maar ik zit inmiddels gelukkig in een fase met wat rustige vaarwaarts en ik hoef niet meer zo te overleven, te knokken voor dingen. En het is niet dat ik ambitieloos ben. Dat niet, maar het is gewoon meer dat ik ook meer aan mezelf mag gaan denken. En ja, dat gezondheidsonderzoek en bepaalde dingen die daar naar voren kwamen. Ja, dat was een goede basis om over na te denken. En ik heb de kerstvakantie echt gebruikt om de knoop door te haken. Om na te denken, om te wikken, om te wegen van wil ik dit, wil ik dit niet? Want ik vind het nogal een stap. Moet je weten, kijk, ik ben in de generatie die in de crisis is van school afkwam. Dus ik ben de ene baan naar de andere ingerold. En dan moest ik er weer uit. Was er een recessie, was er een crisis. En na 10 jaar lukte het me eindelijk om een vast contract te krijgen. En die heb ik dan net 1 jaar. En dan moet ik zeggen, ja, sorry mensen. Ja. Ik stop. Ja. En terwijl ik soms... Ik weet in mijn hart dat het beter is. En toch... Ja, hier heb ik zo lang voor gevochten en dat voelt echt zo... Ja, het is eigenlijk heel stom. Het is ook wel weer raar om emotioneel te zijn over je baan. Ja, weet je. Het is ook belangrijk om dingen te doen die ja, aan jouw gezondheid bijdragen. En mijn jongste dochter gaat bijvoorbeeld volgend jaar naar school of over een paar maanden in mei. En ik vind het ook belangrijk dat ik dan een soort van thuis ben. En als je iets weet over mijn leven, weet je dat mijn ene dochter aan de andere kant van de stad op school zit. Omdat ik co-ouderschap heb en ik haar niet van school ben van plan te halen. En de andere zit in de andere. Dus ik moet sowieso 's ochtends al heen en weer racen. We gaan een nieuw bouwhuis laten bouwen. Zijn we mee bezig. En er moet verhuisd gaan worden. Dus dat zal ook een enorm project zijn. En ik moet gewoon voor mezelf erkennen, ik kan niet alles tegelijk. Nee. Dus ja, en dan moet je een keuze maken van kies je voor jezelf. Of kies je ervoor om te stoppen. En ik heb een super leuke baan. Maar een van de dingen die ik in mijn baan ook bijvoorbeeld heb is dat ik piket moet draaien. Mensen die niet zo bekend zijn met die term. Als je bij de gemeente bent, werkt of bij de politie of brandweer, moet je eens in de zoveel tijd ben je ingeroosterd om in de weekend, als er een ramp is, om ben jij degene die zeg maar dat...
ja, die daarbij aanwezig moet zijn. Ik doe communicatie, dus in mijn geval betekent het als ergens bijvoorbeeld een ramp is of een brand is, dan zal ik daarover moeten communiceren. Ik heb overleg met politie, met brandweer, met ja, iedereen. Dan zit je in een bepaald team. En dat kan, ja, je weet niet wanneer er een ramp plaatsvindt. Je weet ook niet wanneer die het opgelost is. Dus daar ben je dan gewoon bij aanwezig. Afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld als gemeente een brand gehad. En dat duurde toch echt wel tot een, ja, 's nachts. Recent was er nog eens een keer wat. En juist door mijn ziekte. En moet ik wel, heb ik het, ja, ik heb best wel veel slaap nodig. Ik heb het nodig, ik moet echt wel nachten van 8 uur maken. En ik kan dan niet gewoon zeggen van, nou weet je wat, ik ga er naartoe en werk de volgende dag weer. Dat gaat mij gewoon echt niet lukken. En daarnaast ook, ja weet je, als ik in het weekend al aan het bij aan het komen ben van mijn werkweek, dan lukt het me ook niet zo goed om in het weekend paraat te staan van mocht er een ramp zijn. Want ik ben al aan het bijkomen van een werkweek. Dus ja, en het is wel iets wat bij mijn functie hoort. En door omstandigheden heb ik tot nu toe het programma nog niet doorlopen. Maar ja, het is wel een van mijn dingen die bij mijn takenpakket hoort. En ik vind het gewoon ook fijn als mijn collega's een collega krijgen op wie ze dit kunnen bouwen. Want nu, tot nu toe zijn zij telkens degene die dit moeten doen. En ja, dat vind ik ook niet helemaal fair naar hun toe. En ja, weet je, ik vind het ook niet fair om een opleiding te doen of wat dan ook. Als ik weet, als ik bij mezelf al weet van ik kan dit gewoon fysiek niet. En als ik ook weet van ze kunnen hiermee niet op mij rekenen. En ja, we zijn als organisatie momenteel heel erg bezig in de organisatieontwikkeling met de juiste persoon op de juiste plek. En ik heb voor mezelf gewoon moeten erkennen van ik ben gewoon niet die persoon op de juiste plek. Want ik kan dit niet. En ja, ik heb altijd gedaan alsof ik normaal ben. En tot ik hoor nou mijn dochter misschien die zegt, ben je normaal? Nee. Alsof ik, weet je, ik heb altijd best wel gedaan alsof ik mee kon komen. En dat klopt ook wel, tot een bepaalde hoogte kan ik meekomen. Maar zoals in die andere film, als ik een hypotheek voor een huis nodig heb, weet je, ik word niet gewoon geaccepteerd zoals mensen die geen ziekte hebben. Ook verzekeringen houden rekening mee dat er gewoon kansen zijn die mijn gezondheid beïnvloeden. Dat ik tot nu toe redelijk doorheen gefietst ben en nog nooit echt hele serieuze dingen heb gehad, is gewoon heel prettig. En ik hoop dat ook niet mee te mogen maken. Want het is met mijn ziekte sowieso niet prettig. Maar ja, weet je, ik hoef dus niet te doen alsof er niks aan de hand is. En dat scheelt. En sikkelcelziekte is bijvoorbeeld ook een van de dingen die in de hielprik naar voren komt. Miss C heeft het ook. Zij heeft waarschijnlijk een nog mildere versie dan ik heb. Maar goed, voor haar zal het waarschijnlijk ook zo moeten zijn dat als ze een hypotheek of wat dan ook TZT ooit mocht, dan zal het ook meespelen. Het feit dat ik 1 in het weekend aan het bijkomen ben van mijn werkweek en 2 deze werkzaamheden uit mijn takenpakket niet kan doen, heeft mij doen besluiten om te stoppen met mijn baan. Ja, en ja, ik vind dat doodeng, want ik heb dan al geld gevoeld. Het komt echt niet meer goed, Jorzand, het komt niet meer goed. Nou, dat zullen we over een jaar hopelijk weten of niet. Maar goed, ja, ik vind het wel gewoon even een dingetje, want ik heb echt wel hele leuke collega's. Ja, en het voelt toch een beetje alsof ik ze in de steek aan het laten ben. Dus ja. Ik heb daar gewoon moeite mee. Maar goed, dus dat moet ik morgen tegen ze zeggen. Jeetje, ik dacht dat ik het makkelijker zou vinden. Ik heb het van de week tegen mijn leidinggevende verteld en die snapte mijn afwegingen heel goed. Dus die weet het en die zou tot nu toe ook niks zeggen. Dus morgen tijdens het werkoverleg kan ik het dan eindelijk meedelen. En echt, ik zie er zo tegenop. En natuurlijk, weet je, ik heb bij mezelf gedacht van misschien moet ik gewoon weer terug naar 18 uur per week werken, wat ik in het begin deed. Maar dat heb ik ook een tijdje gedaan. En de reden waarom ik meer ben begonnen te werken is omdat ik, als ik maar zo weinig werk, dan, ja, weet je, ik heb met dat aantal uren niet het gevoel dat ik het meest productief ben. Dat ik het meest uit mijn baan kan halen. Dat ik op de hoogte ben van wat er op mijn afdeling speelt. Wat er in de organisatie speelt. En dat vind ik gewoon voor mezelf niet prettig. Het geeft me meer stress op den duur dan dat het, omdat ik het prettig vind om minder uren te werken. En ja, het aantal uren wat ik nu doe, dat werkt gewoon even momenteel niet. Ook niet gezien mijn privéleven. En dat wil niet zeggen dat het misschien in de toekomst niet gaat of wat dan ook. Maar ja, weet je, voor alles is een tijd. En als ik kijk wat er nu, binnen nu en een half jaar, jaar op mij afkomt, dan past dat gewoon even niet in het geheel. Ik wil me niet gestrest voelen op mijn baan en ik wil daar ook 100% kunnen geven. En ik wil ook niet het idee hebben dat ik de kantjes ervan afloop. Want soms voelt het me voor mij nu ook heel erg van ik neem een aanloopje, dan red ik het weer even. En dan,
dan zing ik het weer soort van uit. En dat gevoel wil ik ook niet meer hebben. Dus dat is de mededeling die ik ga doen. Dat is ook de reden misschien waarom dit misschien het meest crappy vlog gaat worden aller tijden. Maar ik dacht, ja, weet je al, is dit het enige wat ik vertel in dit vlog? Van alles wat ik dit weekend had kunnen doen. De vakantiebeurs, et cetera. Ik vind ook wel dat ik gewoon met jullie mag delen als ik me iets minder happy in mijn vel voel. En dit is gewoon een enorme grote beslissing voor mij. Ja, de kinderen weten het. Mijn man staat achter me. Dat is het probleem ook niet. En financieel kunnen we het ook gelukkig redden. Maar ja, ik vind het gewoon even een dingetje. Want dit was wel gewoon iets wat van mij was. Dat zal ik dus moeten geven aan iemand anders. En ja, het zal op den duur heus wel goed voelen. Maar op dit moment... Ja, voelt het... Moet ik... Ik weet gewoon niet wat ik op dit moment voel. En dat is ook oké. Dus ja, het is een enorme stap in 2019. Maar ik ben wel gewoon blij dat ik een keuze kan maken. Ik ben blij dat ik hopelijk wat meer balans weet te vinden in mijn gezondheid. Wie weet komt dat een heleboel ten goede. En misschien als ik dan over een jaar op deze video terugkijk, zeg ik misschien wel dat het een hele goede beslissing was. En misschien mis ik mijn collega's nog wel heel erg. Ik heb ontzettend leuke dingen met ze gedaan. We hebben veel gedeeld. Ik heb heel veel geleerd ook van ze. Maar ja, het is een... voor mij komt er een einde aan. Dus. Nou, ik ga deze vlog afsluiten. Want ja, ik heb toch al niet zoveel gedaan in deze periode. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ja, ik weet nog niet hoe mijn toekomst of wat dan ook eruit gaat zien. Geen idee. Dat moet ik gewoon nog in de komende maanden even over na gaan denken. Of eigenlijk hoef ik dat ook niet. Hoef ik daar pas in mei over na te gaan denken. Die verhuizing, dat zal heel wat voeten in de aarde hebben. En als we dan geland zijn, dan zien jullie me wel weer. Ik ga in de komende tijd gewoon leuke films maken. Ik ga nog steeds werken. En ik laat jullie in de volgende video op zijn minst weten hoe het gegaan is. Of ik, of het nodig was om er zo tegenop te zien. En daar waar het kan binnen de privacy normen. Zal ik jullie vertellen in ieder geval hoe ik het ervaren heb. En of het me mee is gevallen om het te zeggen. Dus doei doei.